ezel geplaatst. Potten vol met verfspullen. Het beest ontwaakt weer. Linnendoek moet vol. Aan de slag, nu niet gerend. Schildersbeest op drift. Beest schildert. Vangrail in de maatschappij. Ooievaar omhengt. Soms tegenslagen, weer goed voor inspiratie. Rotterdamse trots. Rinus, 50 jaar. Heeft altijd geleefd voor 2, dus stiekem 100. Prettig gestoord beest, springt door Rotterdamse kunst als bokser in ring. Kunst maakt blij en vrij, maak het mooi. Mooier dan mooi. En leef, leef je uit. Beesten en ringers, onzichtbaar zichtbaar makend. Schildersbeest, bedankt. Applaus, dames en heren, mijn naam is Stix. En dan gaan we hier over naar Kevin Bieber. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. My love hope never to come back. Misschien in 50 jaar een hoogtepunt en een dieptepunt misschien ook. Ja, mijn dieptepunt is dat ik in een psychiatrische inrichting kwam. Doordat ik door een zwart schilderij heen liep wat onder het olieverf zat. En dat is pas geleden. Ja, toen kwam ik in Sint-Bavo terecht in een psychiatrische inrichting. Toen wou ik een chemie met mijn werk hebben, maar ik was van de wereld af. En mijn mooiste moment is dat ik eerst zonder motorrijbewijs Brigitte Bardot wou ontmoeten. En dat deed ik zonder motorrijbewijs helemaal naar Zuid-Frankrijk, Saint-Tropez. Kijk, ik wil nog een paar keer Amerika natuurlijk exposities doen en nog meer galerieën of zo. Dus ja. Ik doe het maar een beetje rustig aan. Zo. En verder gaat het wel goed naar het dieptepunt? Ik zit nou niet in een psychose. Misschien zweef ik wel dat ik het helemaal niet in de gaten heb dat ik in een psychose zit. Dat kan ook nog best. Hoe zie ik eruit? Ja, wat zou ik zeggen? Volgens mij wel goed. Oké, dan ben ik nog niet dronken.